Petra Juliano en welkom bij de Business Wake-up Call voor dienstverleners en zelfstandigen die meer klanten willen aantrekken. Dit is jouw plek voor het bouwen van een sterk bedrijf vanuit je passie en het willen bijdragen aan een betere wereld. De vorige keer had ik beloofd dieper in te gaan op het meest belangrijke ingrediënt om je bedrijf succesvol te maken. En dat is het antwoord op de vraag: waarom bestaat jouw bedrijf? Wat zou je willen bijdragen? Vaak beginnen mensen voor zichzelf omdat ze meer geld willen verdienen. Op zich is dat prima, want geld is de zuurstof voor je bedrijf. Alleen is geld geen doel op zich, het is maar een middel. Waarom jouw bedrijf bestaat zou veel meer te maken moeten hebben met wat je wilt neerzetten op deze wereld met jouw bedrijf. Het gaat hier dus om een hoger doel. En dat is de brandstof voor je bedrijf. Een hoger doel van een bedrijf heeft te maken met het verhogen van de kwaliteit van leven van jouw klanten. En waarom je dat zou willen doen. En nu vraag je je misschien af waarom ze streven naar een hoger doel het allerbelangrijkste ingrediënt voor het succes van mijn bedrijf. Nou, dat zal ik je uitleggen. Vaak hoor ik ondernemers klagen over hun frustraties. Ze kunnen geen klanten vinden, ze komen niet in actie om ze te vinden. Ze werken heel hard, maar ze verdienen te weinig. Ze komen voortdurend het ene na het andere probleem tegen en ze worden moedeloos, ze raken uitgeput. Om door te zetten, om jezelf en dus je bedrijf te handhaven bij alle ups en downs die je tegenkomt en nog gaat tegenkomen, om veerkrachtig te zijn en aanpassing te maken, is het belangrijk om te weten waarom je bent gaan ondernemen. Een bedrijf starten of ondernemen zijn vergt heel veel energie. Die energie put je uit als die alleen maar lichamelijk of emotioneel is. Wat jou en dus je bedrijf genoeg energie zal geven om te blijven bestaan, is een reden en een visie waar je gepassioneerd over bent. Die reden en die visie is het doel dat je dient dat hoger is dan jijzelf. Dat hogere doel, jouw waarom, zal je de energie geven om door te zetten, zelfs als je er lichamelijk en geestelijk doorheen zit. En dit keer zou ik jou willen vragen, wanneer zat jij er een keer lichamelijk of mentaal doorheen met je bedrijf? En wat heb je toen gedaan om door te kunnen zetten? Graag zie ik jouw antwoord hieronder verschijnen. Tot de volgende keer. Hou van het leven en hou van je klanten. Tot ziens.